Het heeft te maken met de opmerking gisteren die jij maakte om het voelende en het ervarende te noemen. Dus tegen mij gezegd, het voelen kan ook op het ego zitten. Met wat ik nu zie, had ik de vraag kunnen stellen, wat is ego dan en waar zit dat? Maar dat kon ik niet zien toen. Maar het klopte niet destijds, ik raakte van in paniek. En door gisteren, door het voelende en het ervarende te noemen, wordt het een soort van, wordt onpersoonlijk gemaakt, wordt er eigenlijk een soort van uitgezoomd, zo'n voorbeeld. Ik kan ook voelen dat het klopt. En vanmorgen kwam hem ook, dus het klopt niet wat ze zeiden toen. En dus er was echt zo van, oké, maar ook dat klopte weer niet. Het klopt wel en het klopt niet. Maar door het onpersoonlijk te maken is het vrij. Ja. Is het voelen vrij. Zo zie ik het, of zo wordt het gezien. Mm-hmm. Goed. Great. Dankjewel. You're welcome. Yeah. Gisteren, ik had zoiets van masochisme dat aan het verdragen is. Want jij zei zulke lullige dingen. Die kwamen zo. Nou, misschien juist wel binnen, maar. zie ik ook wel dat dat weerstand is. Wat, ik dan, wat er zich produceert, zeg maar, daartegen. Of het waren lullige dingen? Ja, je bent gewoon lullig. Ja, weet ik. Ik beken. Dus ook met de opmerkingen die jij maakt, die worden allemaal persoonlijk en dan komt er allemaal schuldgevoel. Dat kan ook zo naar voren komen en kijk daarnaar, dat is zo, dat loopt zo. Wat er bij mij daar ook aan zit, dat ik dat ook heb, dat hulpverlenen, dat er altijd voor mensen willen zijn. Lief zijn, nou dat is zwart doen. Daar word je toch ook woedend van? Daar word je ook wel woedend van. Maar het is, zit zo diep, zo, het is bijna, het is zo automatisch gedrag. Ook vanuit, dat heb ik wel gezien, dat dat ook vraagt om. Dat heb ik ook opgebouwd om daar aandacht mee te krijgen of een identiteit. En waardering. En waardering en identiteit. En yes. Mee. Dus even één ding. Het zit niet zo heel diep. Het is gewoon onbewust. En dan lijken dingen diep. Nou, wat is dan het verschil? Op het moment dat dingen in het bewustzijn komen, dus in het licht komen, dan blijken ze een stuk minder diep dan ze lijken. Dus een onbewuste gewoonte, die lijkt heel veel macht te hebben. Op het moment dat die bewust wordt, begint daar al van alles te rammelen. Op het moment dat het echt aangepakt wordt en doorzien wordt, dan blijkt het niet zo heel veel voor te stellen. Is mijn ervaring. Dus dingen die heel moeilijk en zwaar en diep leken, een groot deel daarvan bleken helemaal niet zo diep. Oh ja, dat ken ik wel van het onderzoek. Ja. Doen, dat het gewoon, dat er niks meer overblijft. Exact. Uit elkaar dus, valt. Dus op het moment dat deze thematiek aangepakt gaat worden, dus bijvoorbeeld dat de hele tijd anderen willen helpen. Als je daar echt gaat naar kijken, dat is helemaal niet zo ingewikkeld of zo heel diep. Eigenlijk zei je het al, we doen dat gewoon om daar iets mee te verdienen. Ja. Nou, op het moment dat dat doorzien is, dan gaan we niet meer nooit iemand helpen. Ja. Maar we gaan dat niet meer doen om iets te verdienen. Maar gewoon als het aan de orde is. Ja. In plaats van daar vanuit die hongerige persoon de hele tijd redenen in te projecteren waardoor het nodig zou zijn. Waarmee ik mijzelf nodig maak. Terwijl ik heb ontdekt, ik dacht vroeger ook dat ik heel belangrijk was, dat de meeste dingen zich vrij goed regelen zonder mijn bemoeienis. Sterker nog, een hele hoop dingen gaan een stuk beter. Ja.
ja. Want er zijn een hele hoop dingen die ik niet kan en die ik niet weet. Ja. Dus daar kan ik me beter niet bij bemoeien. Dus laat mij maar groenten snijden, maar laat me niet koken. Laat me afwassen. Weet je wel, al dat soort dingen. Prima, dat kan die wel. Om er iets te noemen. Dus bemoei ik me daar ook niet mee, weet je wel. Ik assisteer op wat in dit geval Kasia Rob van vraagt aan mij. Doe het zus, doe dit, doe dat. Prima. Ja, dat komt in mij op. Dat is eigenlijk autonomie. Dat je weet. Voilà, that's it. Waar je nodig bent en waar niet. En waar je iets doet voor een ander om iets te krijgen. Of waar je iets doet voor een ander. Punt. Ja, dus dat bestaat toch wel. Jazeker, natuurlijk. Op een dierlijk niveau, zou ik maar zeggen, of menselijk niveau, niemand kan los van anderen bestaan. Dus enige zorgzaamheid ben ik niet tegen. Maar als het een zorgzaamheid is waardoor ik de hele tijd waardering of onbevestiging of weet ik veel wat zit te vissen, vind ik het goor smaken. Want dan doe ik het helemaal niet voor die ander. Ik ben aan het manipuleren, basically. En ik wend mij dus voor als een hulpvaardig, vriendelijk, prettig mens. Maar eigenlijk verwacht ik de hele tijd dat er iets terugkomt. En als dat dan niet terugkomt, dan ga ik kwaad worden. What the fuck is the point? Of niet kwaad, maar verdrietig. Ja, maar dat is de andere kant van kwaad. Ja, precies. Ja. We voelen ons in ieder geval tekort gedaan. En dan krijg je dus hele rare mechanismen. En dat zijn gewoon psychologische mechanismen. Degene die ik de hele tijd aan het helpen ben, maar die mij te weinig terugbetaalt, daar ga ik een aversie tegen ontwikkelen. Ja. Desondanks blijf ik het liefde noemen of een relatie. Ja. Weet je wel, maar met iedere handeling van hulp waar niet een fatsoenlijk dankjewel op terugkomt, groeit de resentment pile. En ben ik dus eigenlijk met al mijn zogenaamde hulpvaardigheid die gewaardeerde relatie aan het vergiftigen. Ik begrijp dat niet. Ik heb geen behoefte aan vergiftigde relaties. Dan ben ik liever af en toe een lul of zit ik er af en toe naast en dan hoor ik van die ander wel van joh, zo bedoelde ik het niet. Of nou, dan zeg je van oké, okay, ik zag dat verkeerd. Maar ik ga niet de hele tijd van... Een ander aspect nog wat hier leuk bij is, omdat je het schuldding aanhaalde. Nietzsche die noemde een keer de vrije wil het ultieme folterinstrument. Als wij namelijk geloven in een vrije wil en dat stukje dus niet onderzoeken, dan denken we ook de hele tijd dat we het anders hadden kunnen doen. En dan zitten we dus of met trots of met schuld. Op het moment dat iemand grondig onderzoek doet en hij realiseert... of zij realiseert dat vrije wil gewoon een fata morgana is, dan houdt gelijk trots en schuld op. Sommige dingen gaan goed, whatever that may mean, sommige dingen niet, maar niemand doet dat erom. It just happens to happen that way. En dan kun je met een x-resultaat meer of minder tevreden zijn, maar we hoeven het niet mijzelf of de ander aan te rekenen. Maar als ik nog wel geloof in dat folterinstrument van die zogenaamde vrije wil, dan zit ik de hele tijd, en trots mag dan weer niet, want dat is niet christelijk verantwoord, weet je wel, maar schuld en boete wel. Want daar draait de hele teringzooi op. Je bent al slecht vanaf de geboorte vanwege een erfzonde. What the fuck happened? Weet je wel? I wasn't there. And who created the fucking snake? Probably God in disguise. Weet je wel? En dan moeten wij dan voor boeten. We deugen niet en dit leven is waardeloos en het gaat om het volgende. En ondertussen lijden, motherfuckers. Jezus Christus, dat heet een religie. Je zou ze toch allemaal doodslaan? Oké, dankjewel. Proces het maar even. Ja. Ik wil graag inhaken op wat hulp willen verlenen. Ja. Ik ben psycholoog. Oh jezus, mij is het toch. En bij mij is dat thema dus ook niet onbekend. Maar ik
je psycholoog. Ja. Ga door. Even een flauw woordgrapje tussen. Ik merk nu, ik daar wat werk in heb gedaan om dat hele redden en voor de ander te moeten zijn, dat ik dat, heb ik wat onderzoek ingedaan en dat zie ik dat ik dat doe, die neiging heb. Dat ik dat nu minder hoef te doen. Good. En dat ik daar veel meer ontspannen bijvoorbeeld ook sessies kan doen. En dat het me eigenlijk niet zo uitmaakt wat er gebeurt. Exact. En weet je, nog eentje die belangrijk is. Gewoon rustig observeren of die gast die komt, of die griet, eigenlijk wel geholpen wil worden. Ja. Want de meeste niet hoor. Ja. Ja. Die zitten daar vanwege een of ander lulverhaal. Zodat ze net kunnen doen alsof ze er aan werken. But they don't want to change. Trust me. Ik merk dat ik echt essentieel werk kan doen. Waarin ik een trauma-behandeling doe. Dat geeft me echt energie. Maar als het over, ik werk voor een politieagent, als het over een politieorganisatie gaat, dat je gejank erover, dat ik echt helemaal afhaak. Dat merk ik steeds meer. Goed. En geef het dus aan hunzelf terug. Want ja. De zogenaamde genezing, die ligt in de handen van de cliënt. Niet in de handen van de behandelaar. De cliënt is de almachtige. Of in deze context, de leerling of hoe je het wil noemen. Die heeft de macht, niet de guru. En als dat wel zo lijkt, dan klopt er iets niet. Dat realiseer ik me steeds meer. En ook in mijn privéleven, dat getrek wat ik steeds doe aan bijvoorbeeld ook mijn partner. Als hij niet lekker in zijn vel zit of zo. En nog steeds die baan dan niet heeft opgezegd of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Dat ik op een gegeven moment denk, nou weet je, het is jouw ding. Exact. En dat het veel meer ontspannen is. Ja. En dat hij daar ook gewoon veel, ja, zijn eigen keuzes daarin kan voilà. Maken. Dus omdat ik dat dood trek. Exact. Iemand gaat pas drinken als hij dorst heeft. Precies. Dan denk ik, dan is de leiderschap nog niet nodig. Voilà, that's it. Dus dan zou zelfs op sommige punten hulp nadelig kunnen zijn. Want iemand heeft er een hele tijd voor nodig gehad om een stresslevel te bereiken. Waardoor hij eindelijk eens een keer man up. En dan helpen wij hem dat hij zich weer goed voelt. En dan moet hij nog een jaar doorprutsen. Ja, precies. Dat is niet hulp. Nee, dat heeft zeer nog steeds meer. Stress je aan mijn lekker, maar shut the fuck up about it en doe het even ergens anders. Ja. Weet je wel, wanker. Ja, zie dat, ja. Dan groeien mensen op. Dat klinkt heel lullig en onaardig, maar mensen die hebben twee dingen nodig. Gewoon de confrontatie met hun eigen shit. En dat ze hun verhaal herijken. En niet de hele tijd dat, oh ja, het komt wel goed en dan zullen we erover praten. Ja, wat moet ik doen? Ja, hoe kan ik jou helpen? Ja. Door niet te helpen. Ja, pas helpen als degene zegt van oké, dit ligt er, ik heb een ander perspectief erbij nodig. En dat je dan ook de vrijheid voelt om te kunnen zeggen wat je werkelijk voelt en ziet en denkt. Ben ik iemands helper, werkelijk, of iemands sisser? Ik doe daar niet aan. Het komt wel goed. Het komt niet goed, you're gonna die. En je weet niet wanneer, dus get on with it. Het is niet zo moeilijk. Cool. Komt er eindelijk een goede psycholoog. Ja, die hebben we hard nodig. Dat is geen grapje. Ik ken er een aantal en er zijn er een hoop danig in slaap. Die gaan dan mensen helpen. Ik ben er heel moe van. En ook er goed voor oppassen dat je, voor zover je daarover gaat, dat je dagen niet te vol worden. Als het op werken gaat lijken, dan wordt het slopend en je systeem gaat sluiten. Dan ga je protocollen afdraaien. Dat is terrible. Voor jezelf, maar ook voor degene die komt die misschien werkelijk geholpen wil worden. En iets zinnigs wil horen of een confrontatie durft aan te gaan. Weet je, als jij dan back-off bent, wat heb je daaraan? Ja. Yeah. Good for you. Thank you. Voor de pauze had je het over als je vanuit het denken en het begrijpen opereert. Ik realiseer me hoezeer dat mijn modus operandi is. Mm. En dat ik door zo'n
super smal spleetje in zo'n soort ridderhelm aan het kijken ben. En ik zit gewoon helemaal dichtgemetseld in dat ding. Met zo'n heel smal spleetje. Ik ben er eigenlijk razend over. Goed, goed zo. Helemaal dichtgemetseld. Yes. En dan tegelijkertijd merk je het op. Dus iets anders is niet dichtgemetseld. Anders wist je het niet. Ik zit er helemaal van te trillen zo. Ja, good. You should. It's terrible. En nou dus niet proberen er vanaf te komen, maar het heel goed voelen en zien. Dan ga je er dingen aan ontdekken. Waar de scharnieren zitten, zeg maar. En dat soort stuff. Dus het gewoon ophouden, zeg maar. Kijken, voelen, luisteren. Het heel goed leren kennen. Als je het eenmaal leert kennen, dan is het klik, klik en dat ding is weg. Als je het nog niet kent, dan ga je als een idioot aan die helm zitten rukken. Waardoor je nog meer lijdt. Dus ook weer hier op een liefdevolle, ontvankelijke manier die hele helm aftasten van binnen en van buiten voelen. Kijken hoe dat functioneert, waar het uit bestaat, waar het toe dient, wat het suggereert op te leveren. Het is net alsof ik eigenlijk alleen maar dat spleetje weet, dat die smalle kijk, dat is één wat ik ken. Yes, nou ja, er lopen er nog 7 miljard heel. En die vertellen elkaar dus ook hardop of onderhuids dat dat de manier van leven is. Ja, uiteraard, het is terrible bullshit. It keeps you safe, like a zombie. Sort of. Good. Yes. Gewoon voelen wat erop komt. Dat is hartstikke goed. Ik heb het idee dat de energie de shit zeg maar losmaakt. En dan denk ik van, ik laat het maar zo lekker doen. Dat. Good. Ook goed. Beetje uit de weg gaan. Het toestaan dat het gebeuren kan zoals het gebeuren wil. En het is daarbij leuk om op te merken dat we op 2 manieren kunnen ervaren. Als ik of als iets ruimers. Ik heb het gevoel dat er veel Arnita is, zeg maar. Veel ik. Ja, alright. Desondanks kunnen we kijken of we kunnen oppikken of dat die hele Anita-figuur niet ook in een soort ruimtelijk ervaren plaatsvindt. Dus blijf ik gefocust op dat ding of betrek ik ook de oneindigheid erbij? Hier kunnen we dus over leren wat identificatie doet. Als ik me identificeer met dit ding, zijn emoties vrij snel te veel. Maar als ik een beetje mijn aandacht open, als het ware, dan kan ik veel meer hebben. En dan voel ik nog steeds alles wat er in dit systeem gebeurt, maar het is in een openheid. In plaats van alleen maar. Want de grap is dat hoe heftig het ook is wat er hier gevoeld wordt, ik merk het op. Dan kan ik de vraag stellen: dat wat dit opmerkt, is dat ook verontrust? Hoe voelt dat? En daarmee ontken ik niet wat er hier plaatsvindt. Er komt een dimensie bij. Iets ontvankelijks. Welkom. 100 jaar geleden was er zo'n momentje
dat er hier ook allerlei turmoil was. En er ineens opviel van, hey, ik neem dit net zo moeiteloos waar als toen ik me gisteren heel goed voelde. Dus ik neem nu een ding waar wat in brand staat, bij wijze van spreken. En gisteren zo'n happy camper. Maar dat wat het waarneemt, is van geen van twee honden de indruk. Het is gewoon net zo open, net zo ontvankelijk, net zo ongemotiveerd of belangeloos. En in één klap was al die turmoil, die was er nog steeds, maar dat vulde niet meer de hele ruimte. Alleen maar dit dingetje. En nog niet eens helemaal dit dingetje wat ik dacht, maar een deeltje daarvan. En toen was er dus turmoil in dat ding. En tegelijkertijd zat er een grijns op mijn bek, dat kon ik voelen. Dat was apart. Ik was vrij goed in identificeren, dramatiseren, mezelf belangrijk en zielig vinden en poor lonesome me. En een beetje de Van Barneveld modus, zeg maar. Hoeft niet. En dan gebeurt er nog iets raars, dat waar ik het eerder over had of vaker over heb, van geïnteresseerd dingen onderzoeken, dat was daar vanuit heel makkelijk. Het werd interessant, niet meer fascinerend in de zin van, oh wat ben ik interessant, maar het werd interessant om te zien wat er in dat energiesysteem plaatsvond en hoe dat de hele tijd veranderde en hoe gedachten emoties beïnvloeden en andersom, hoe fysieke dingetjes de boel beïnvloeden, dat hele functioneren van dat ding. En omdat er meer ruimtelijkheid ontstond, werd ook duidelijk van, oh, maar dat ding dat staat helemaal niet op zich. Dat is deel van een totaal energieveld, waar dan, wat wij dan noemen andere mensen, maar het zijn feitelijk allemaal energieën die elkaar beïnvloeden. Het is en hoe verder je kijkt, overal zijn patronen, bewegingen, interacties, net als weersystemen. Het werkt allemaal op elkaar in en dan leidt het tot een tijdelijke depressie of een hoge drukgebiedje. Er is niks persoonlijks aan, dus we terugkomen op dat vrije wil. Het ging helemaal niet over die Hansje, want jouw Hansje die wilde net als iedereen zich altijd goed voelen en altijd gelijk hebben. En ze eisje en wel nu. Ja, niet eis dan, maar andere dingen. Weet je wel? Maar er was helemaal geen Hansje. Er is gewoon een eindeloos veld wat op elkaar inwerkt en daar een soort verdichtingje, wat we dan mens noemen, maar het is een met alle andere verbonden energetische werveling. Hij beslist helemaal niks. Het is een interactie van wat daar plaatsvindt en de andere elementen. En zet je daar weer wat andere elementen bij, dan gaat hij een ander kleurtje krijgen en iets andere gedragingen vertonen. En ruil je de omgevingsfactoren weer in voor anderen, dan is het ook weer net een ander beestje. Er is helemaal geen vaststaand ikje. Het is er nooit geweest. Hè? Er is een, ik weet niet waar dat vandaan komt. Een sales pitch. Vrije wil, ik. Is niet te vinden. Ik vroeg me af of je van iemand iets kunt afpakken als diegene niet weet dat hij het heeft. Ik geloof niet dat ik het volg. Wat afpakken? Ja, spullen wel. Dat is makkelijk. Ja, iets immaterieels. Not really. Want strikt genomen is er niet een iemand die iets heeft. Maar die zogenaamde iemand kan dat wel denken. Komt hier nooit op. Maar voor jou betekent het iets. In mijn beleving is er hier niks op dat immateriële niveau wat een ander me zou kunnen afnemen of geven. Zeker.
En ik weet dus ook dat dat voor anderen geldt. Maar ze kunnen wel dat gevoel hebben. Dus als iemand ergens heel erg in gelooft. En dat is heel belangrijk voor hem of haar. En ik roep wat dingen waardoor dat in elkaar lazelt. Heeft hij het gevoel dat hij iets kwijt is geraakt. En dan kan hij of blij mee zijn. En dan zeggen ze dankjewel Hans. Of ze zijn er niet blij mee. En dan ben ik een whatever. Verzin maar een woord. Dus ook het leuke in dat droomtheater, waar wij leven noemen, van dat een hele hoop dingen gebeuren niet op basis van of dat echt is of waar is, maar omdat mensen geloven dat het waar is. En mensen hun geloof afpakken, ik bedoel niet per se religieus, dat is tricky business. Je pakt ze nooit iets wezenlijks af, maar they could kill you. Dus je moet altijd oppassen met The Walking Dead. Of een mes bij je hebben. Het was misschien ironisch bedoeld, maar waarom zijn jullie nog niet dood? Dat raakte me. Ik dacht, ja, verdomme, ben je dood? Ja. En daar heb ik over door zitten denken van, ja, wat is dan dood? Dus als je het daarvoor gelooft, dat het levend is. Ja. En ik merk de laatste weken dat ik leven, een soort leven als een vrije val, omdat er een soort tussen zit en ik zie wel. Los van praktische boodschappenlijstje maken of zo. Dat er dan af en toe eens van die krampen zijn en dan is er weer. En ik weet niet of die knop erop zit bij me, dus maar is het dan goed tot het laatste? Ja, en dat zie je dan weer, of misschien niet, ik weet niet wat ik niet zie. Is dat steeds het zien van dat die grijbewegingen zijn op een persoon? Ja, en het is eigenlijk al genoeg als je ziet dat het niet van jou is. Ja. Dus het is niet per se dat dat nooit meer opkomt. Maar dat zei ik gisteren ook, van er is hier niet het idee dat het van mij is. Maar ik denk dat ik me vaker druk maak dan jij. Ja, ik vond wat je net zei, dat je van af en toe gaat zo'n turbulentie doorheen moet tegelijkertijd lachen. Yes. Zo de knetter. Ja, daar is dus niks mis mee. Dus maak er niet van, wil ik zeggen, van dat het allemaal aan de kant moet en dat het dan pas goed is. Het is al goed. Ja, als het niet leeft, dan is het gewoon. Voilà. En soms, hè, daarom had ik het net over die weersystemen. Soms komen die elementen bij elkaar en dan stormt het daar. Dat is niet dat jij iets verkeerd doet, het stormt gewoon daar. En als er blijven zien is, is dat ook helemaal niet erg. Dan maakt dat ding zich even druk. Er staat nergens dat dat niet mag. Tenzij wij een idee hebben ontwikkeld van dat als ik verlicht ben, dan maak ik me nooit meer druk of iets dergelijks. Dat is een raar verhaal. Niet zo dat, die maakt zich altijd druk. Bij hem zou je angstig worden als hij rustig werd. Oh jee, ga niet goed met hem, weet je wel. Heeft nog niemand met een brandend wierookstokje gestoken. Heeft nog niemand eruit geflikkerd of uitgescholden. Er is iets aan de hand met de roeiman. Als ik ooit rustig word ook, dan ben ik bijna dood. Is er nog niks aan de hand? Ook dat is ook weer zo. Yeah. All right, thanks. Het luisteren, dat las ik op een gegeven moment en dan ben ik gaan doen en dat werkt, maar het geeft mij dan zo'n rust. Yes, of course. Maar kan je iets meer op zeggen? Nou ja, wat er eigenlijk gebeurd is als je gaat luisteren, is dat je je aandacht opent. Dus je gaat uit je hoofd, wat gewoon een vreselijk gebied is om in te wonen. Okay, ik zou denken, luisteren, dan ga je juist meer naar binnen of zo, maar nee, je maakt het juist open. Natuurlijk niet, want je hoort toch dat geluid een kilometer verderop of 100 meter verderop. Dus je gaat bij dat identificatie met dat ding vandaan. En er komt dus gewoon ruimte en lucht bij. Je wordt ruimer.
Dus dat is gewoon een handig opstapje om een beetje sensitief te worden voor space, voor consciousness. Dat is niet, maar lijkt op ruimte. En eigenlijk iedere keer dat we dit gaan merken, is de oproep eigenlijk zoom uit. Nou, een van de meest simpele uitzoom trucjes is gewoon even te luisteren, gewoon 20 seconden luisteren. En je systeem doet meteen dit. En als je op je lijf let, die doet meteen... Want dat lijf haat het als alle energie hier zo gegroepeerd wordt. Daarom zie ik mijn hond dat nooit doen. Zijn energie is altijd over het hele energieveld verdeeld. En die doet daar geen yoga voor. Omdat ik dat ook al een paar keer gelezen heb, zeg maar. En dan kom ik erbij dat als, zeg maar, iemand die zijn vrouw slaat. Die vrouw die is het object van die man die vol haat en woede zit. En daardoor kan hij zich motiveren. Mm-hmm. Omdat zij het object is geworden. Dus het zegt altijd iets over de vrouw. Yes, right. Dat heb je zo. Dat zou kunnen, ja. Dat kan ik me voorstellen. En een ander aspect daarbij is, waarom laat iemand zich slaan? What the fuck are you doing there? En als ik dus angstig ben, als ik dus de geslagene ben en ik ben bang om de spulletjes, het huis kwijt te raken, de goedkeuring van weet ik van wie, dan laat ik dat maar gebeuren. Iemand die gewoon aanwezig is, dan hoeft hij niet eens verlicht te zijn. Maar die laat zich dat misschien één keer gebeuren en dan is het echt wel klaar. Maar als ik een angsthaas ben, dan laat ik me gebruiken. En het hoeft niet eens fysiek slaan te zijn. Mensen slaan elkaar verbaal ook vrij vaak. In die zogenaamde liefdesrelaties. Dus wat laat ik met mezelf gebeuren en hoe ga ik met anderen om? Zodra we elkaar gaan objectiveren, dus tot object maken... is misbruik gewoon standaard. Oh. En verder zijn er gewoon sommige mensen. Die moet je gewoon af en toe even slaan. Kinderen bijvoorbeeld. Zeker als ze 19 zijn. Ik voel me zo depressief. Wat voel je nu? Hoe laat is het dan? Ja, nog geen tijd. Tien voor vier. Tien minuten stilte. Ja, precies. We kunnen even bidden natuurlijk. Oh, nee, Gilbert. Ja, bij mij wisselen heldere periodes af met periodes waarin het even weer volledig terug is, zeg maar. En ja, dat vind ik natuurlijk best wel lastig, want is dat een fenomeen dat... Bijna standaard is. Een tijd lang dan, hè? Hopelijk. Ja, het vliegt dan echt helemaal op de andere kant weer uit, hè? Dus je bent compleet geïdentificeerd en... Blijf onderzoekend. Op het moment dat je geïdentificeerd Ja, bij voorkeur. Dus ook bijvoorbeeld zo'n stelling van dan ben ik totaal geïdentificeerd. Als dat echt waar was, zou je het me niet kunnen vertellen. Nee, ik zie wel dat het gebeurt. Dus good, dat, good. Dat is zeker wel. Dus gebruik de creativiteit juist als identificatie er is om te kijken wat daarmee kan. Wat in het moment, in dat specifieke geval, werkzaam is om iets meer ruimte in het gebeuren te krijgen, bijvoorbeeld luisteren of een end gaan hardlopen of it could be anything, met je een hamer op je duim slaan. Er zijn allerlei dingen, toen snap je waar we. Het is
Serieus, als je fysieke pijn hebt, dan ben je zo uit je identificatie, hoor. Trust me. Ja, soms is het zelfs zo bizar dat je gewoon eigenlijk ziet dat je de boel zit te saboteren, maar dat je toch eigenlijk nodig hebt om de boel te saboteren. Ja, ja oké. Okay. Nou goed, dan ontdekken we dus dat een deeltje van ons vindt het gewoon lekker. Ja. Nou, dat is ook de ontdekking van een stuk waarheid. Iets in ons loves to fuck it up. Ja. Ja, dus ook een belang om dat om te over het ego in stand te houden, want anders komt hij niet elke keer zo hard terug. Er moet een beetje belang in zitten om dat uiteraard te doen. Right. En we kunnen niet per se op voorhand zeggen dat dat niet zou deugen. Het ging erom om te ontdekken wat waar is. Het kan zijn dat ik helemaal geen zin heb om vrij te zijn, of hoe het heet mag. Nou, dat zit zeker een stuk van mij, dat denk ik zeker. Goed. Nou, dan is dat toch handig om het te erkennen. Ja. Want dan weet ik een beetje de kantlijnen van, nee, wat ik wil is gewoon een beetje minder shit. Maar ik wil wel gewoon een ik blijven. Ja. Nou, als dat zo is, stel dat dat zo is, nou prima toch, dan weet je dat. Ja. Nou, dat is een substuk, hè, dus dat is er ook zeker. Maar wat ik ook wel merk, is dat die bandbreedte van hier zeg maar heel veel oplossingen bedenken, dat ik dat ook nog steeds zatter was. Goed. Dus dat is er ook. Dat was er eerder niet, want eerder was eigenlijk gewoon compleet samengevallen met het verstand. Dus daar zat ik altijd. En dat is nu een beetje aan het verschuiven, waardoor ik nu merk van die ruimte is heel eng en dat voelt ik gewoon helemaal niet meer zo fijn. Goed. Maar het gebeurt nog wel. Mm-hmm. Hè? Sure, maar dan heb je ook lang getraind, dus ook dat hoef je jezelf niet kwalijk te nemen. Dus de default setting zal zijn daar naartoe. Ja. Als er een tijd lang gewenning is aan een meer ruimtelijke aanwezigheid, dan gaat dat gaandeweg de default setting worden. En dan ben je dus meer ruimtelijk, zeg maar, met af en toe nog terugschieten daarheen, omdat dat nou eenmaal goed getraind is. Ja, precies. Dat is oké. Okay. Dus van belang ook, dus dank je ook daarvoor. Onderzoeken betekent dus niet dat we een vooropgezet doel hebben. Of dat het zus of zo zou moeten zijn. Ieder voor zich moet onderzoeken hoeveel ruimte of authenticiteit of vrijheid, of hoe je het wil noemen, wenselijk is. En bij de een is dat heel radicaal, heel veel alles. En bij de ander van, een onsje of drie erbij. Dan vind ik het wel best. En fair enough. Totdat je weer zat bent van dat onsje of drie. En dan wordt er misschien weer meer bereidheid gevonden. Maar als wij gaan zeggen van het moet zus of zo zijn. Dan zitten we binnen no time weer op die zelfkastijding route. Van ik ben nog niet perfect of volledig ontwaakt of weet ik veel wat. En pas dan ben ik goed. Gelul. Ben je optimaal jou? Daar gaat het om. Weet je wel, whatever it may be. Van mijn part een huurmoordenaar. Maar dan wel eentje zonder schuldgevoelens. Zonder illusies over vrije wil of de hemel. Gewoon, do your fucking job and don't miss. Nog meer? Nee? Alright, dankjewel. Misschien wel. Dat ik op een gegeven moment voor mijn gevoel erachter kwam. Dat ik dacht, oké, in mijn hoofd is het allemaal een soort ego-mentale reconstructie van wat zogenaamde werkelijkheid is. Maar als ik het loslaat, wat ik gisteren zou noemen, dan ben ik er niet meer. En dat er een soort van angst op. En dat ik dacht, oh ja, maar het ego is het bekende. Hè? Whatever, maar ja. Mm-hmm. Maar als dat er niet meer is, waar ben ik dan nog? En dat houdt het soort van tegen voor mijn gevoel.
Dat ego gebeuren, hè? Ja. Is dat iets wat je bent of wat je kent? Nee, maar ik ken niet wat ik ben. Ja, voilà. Dus als die ego weg is, dan ben jij niet ergens anders of ineens niet meer. Die nepfiguur is er niet meer. Okay. Het enige wat jij niet kunt, namelijk, is er niet zijn. Die ego wel, die komt en gaat, hè? Soms is die er wel, soms is die er niet. Dat is in iedereen zo, hè? Het valt nooit op. Maar, want hij vertelt ons een verhaaltje dat hij er altijd is. En wij geloven dat. It's not true. Ik heb nog nooit iemand gezien die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar in de ego-modus functioneert. Zulke mensen bestaan niet. Maar iedereen denkt wel dat het zo is. That's kind of funny. Dus die angst is niet van jou, het is die ego-figuur die angst gebruikt om te voorkomen dat het in zich doordringt. Ja, dat zag ik ook. Yes, good. It's a trick. Voilà, jij gaat vooraf van die hele ego. Ja. That's the fun part. Het is fijn om het even zo. Yes, good for you, dat moet je ook doen. Daar zitten we hier ook voor. Yes. Yes, yes, of course. That's all right. Zo gaat dat. Dit wist ik ook, of zo, maar... Sure. Dan was ik even kwijt, ja, maar... Is alles wat je kent, jij dan alleen maar gedachten? Niet alleen maar, hè. Gevoelens ken je ook. Fysieke sensaties, objecten, schijnbare anderen. Die hebben wel te maken met gedachten. Niet per se. Je kunt toch ook dingen waarnemen zonder gedachten? Wat wel zo is, als je dat bedoelt, er zit altijd een interpretatiedingetje in. Want als het interpreterende verstand niet zou werken, zou je niet weten dat je een mens ziet. Of een gevoel waarneemt. Want zonder de interpretatie van het verstand weten we niet wat we zien. Nee, dat bedoel ik, ja. Oké, yes. Maar dat is toch ook alles dan? Strikt genomen, yes. Maar dat is dus niet per se een gedachte. Het is wel een proces van het verstand, maar niet per se denken. Het is een onbewust automatisch benoemen en categoriseren. Maar er komen geen woordjes bij kijken per se. Het is een automatic labeling system.
En als dat uit zou vallen, dan heb je alleen dus die zintuigen, maar zintuigen alleen, daar heb je niks aan. Als die processor er niet zit, dan is het gewoon random informatie, ja, waar we niks mee kunnen. Net als een baby eigenlijk, die heeft geen idee wat hij waarneemt. Het werkt nog niet. Daarom kijken ze ook zo, wij noemen dat onschuldig. Het is niet onschuldig, het is gewoon een fucking idiot. Geen verstand. Dat kunnen we bij jou ook doen, dat heet lobotomie. Ja, dat ziet er helemaal niet uit, hè? Dat is hetzelfde, maar dan niet zo vertederend. En dat is leuk, want je kunt dat opmerken, dus dat interpreterende, dat benoemende, omdat je daarover afgaat, is het mogelijk om dat waar te nemen. En als die waarnemendheid als het ware heel sterk is, dan kan dat benoemende stoppen. En op het moment dat dat stopt, is de wereld weg. Dus vanuit... Sorry? Dan is de wereld weg. Ja. Yes. Dus... Dat maakte mij duidelijk op een gegeven moment dat het percipiëren van de wereld een activiteit in die hersenen is. Niet het waarnemen van een realiteit. Dat is kind of funny. Ieder zijn eigen wereld heeft. Er is geen objectieve wereld. Voilà. En die zogenaamde eigen wereld is dus afhankelijk van het functioneren van het brein. En als dus dat benoemende, categoriserende, wat we allemaal hebben. Daarom kunnen we de indruk hebben dat we in dezelfde wereld leven. Want als ik zeg glas, zegt iedereen ja. Ja, dus we hebben daar heel veel overlap in. Maar strikt genomen is het het functioneren van dat brein. Niet het waarnemen van een realiteit. Daarom vond ik, heb ik al eens eerder gezegd, de term, en dat werkt eigenlijk alleen in het Nederlands en het Duits, de term werkelijkheid, daar zit werken in. Dat wat op ons inwerkt, of in ons werkzaam is. Snap je? Dat is een werking. Niet echt of waar, het is een werking. Ik noemde het vroeger, voordat ik dat weer herlas bij onze filosofische vriendjes, noemde ik het indrukken. Komt op hetzelfde neer. Ik heb de indruk dat iets zus of zo is. Maar ik was me er dus van bewust dat het niet echt is. Het wekt de indruk. En dat komt dus door dat brein. Waardoor het kan wegvallen? Juist, tijdelijk. Ook niet aan te raden, als het eeuwig wegvalt, dan kom je in zo'n inrichting. Dat zal ik wel, hè. Ja, dat kan. Je kunt een ambitie hebben. Maar dan zie je het wel. Ja, maar geen dingen. Nee. En dat kan verschillende vormen aannemen. In een milde vorm, dan zie je nog steeds, bijvoorbeeld in dit geval deze kerk. Maar als die geest heel stil wordt, dus dat ding begint minder te functioneren, dan is het alsof je er dwars doorheen kijkt. Kun je herinneren dat ik ooit, nou ja, zat te kijken en toen zei je tegen mij, wat zit je nou te kijken? En ik had het idee dat dingen wegvielen. Yes. En de ruimte viel weg. Yes. Maar het zag inderdaad heel veel uit en daarna kwam die ezel weer terug en jij zei, wat zit je nou te kijken? Ik voel me ontzettend een minkukel, dat is ook zo'n woord dat je wel eens gebruikt. Ja. Je gaat te veel met mij om. Maar ik heb het vaker, en dus ook dat in de spreekkamer, ook wel in satsang gehoord, dat mensen als ze zitten te kijken, dat op een gegeven moment gewoon alles zwart begint te worden en wegvalt. Daar is het stilvallen van die processor. De meeste schrikken dan, maar er is nou niet. Het lijkt een beetje op migraine, maar dan zonder hoofdpijn. Ja, het doet niet zeggen, in tegendeel.
Maar het kan, als dat net optreedt, even heel weird voorkomen. Want we denken dus allemaal van dat dit echt is. Maar het is alleen maar een brain function. En als die stopt, dan, als dat op zijn maximaal gaat, dan is het gewoon, alles gaat op zwart. Dat is kind of funny. In hoeverre is het een grapje dat je zegt van, je gaat het veel met mij om, ik doe... Dat is gewoon een grapje. Je kunt namelijk niet genoeg met mij omgaan. Dat is wel een grapje. Ik ook wel hoor. Nee. Nee, dat ga ik niet. Goed, dankjewel. Fuck off.